Kun je nog een beetje over straat als lid van KWK? Kijk, nu zijn jullie matchend gekleed. Ja, nu dan is het natuurlijk. Ik bedoel, staan niet zelfs fans voor de deur. Hè? Dat is, ik weet niet of jullie het gezien hebben. Maar staat gewoon een groepje fans ook. Ja, nee, je ziet ze vanaf hier. Maar ik wijs die kant op, omdat daar zit de ingang. Maar er staat gewoon een groepje fans voor de deur. En ook wel van zeg maar gewoon een jaar of 20 en zo. Dus ik kan me voorstellen dat als je zo over straat gaat, dan word je natuurlijk non-stop aangesproken. Maar als je gewoon in je eentje bent en niet in K3 moet, kan je dan nog wel een beetje over straat? Ik moet zeggen, sinds K2 zo K3 is het wel weer terug heftiger of zo. Mensen herkennen mij sneller. Terwijl er echt een aantal jaren zijn geweest dat ik het gevoel had van als ik gewoon geen make-up op doe en de stad inga, dan herkent gewoon niemand mij. En nu is het echt, zelfs als ik geen make-up op heb, hoor ik zo Hanne. Dan denk ik, dus soms moet ik daar terug aan wennen om weer heel bekend te zijn. Ik denk dat we gewoon heel veel in de aandacht hebben gestaan. En ja, het is terug opvallender nu. Ja. En ik ben nog een beetje aan het wennen, want ik dacht laatst op een dag dat het hier vakantie was, maar ik had niet echt meegekregen dat het hier vakantie was, want onze vrije dagen liggen een beetje anders en ik dacht, ik kan gewoon naar de Efteling. Oeh. En dat is toch niet helemaal. Nou, af en toe kwamen er oprecht wel groepjes, vooral tienermeiden eigenlijk, achter me aanrennen, jullie ja! En ik dacht, wow, wat gebeurt hier? En ik was echt in de veronderstelling dat dat nog wel kon, maar het is gebleken van niet. Nee, dus je hebt waarschijnlijk echt 50 meter kunnen wandelen en dan moet je steeds weer foto en dan kan je weer een stukje door. Ja, ik heb wel heel wat foto's gemaakt. Het was een beetje een meet and greet voor de mensen van de Efteling, maar het was alsnog een leuke dag, dus het was oké.